Het is nu eind van de ochtend. We hebben de meeste blankets, de meeste dekens die zijn gedoneerd. Het is onwaarschijnlijk hoe blij de mensen met zo'n deken zijn. Je ziet mensen in keurig netjes in de rij gaan staan, hopen dat er genoeg dekens zijn. Ze zien natuurlijk ook de auto met een hele hoop dekens in de achterbak. Iedereen staat in de rij, mensen krijgen zo'n deken. Je ziet kinderen zich helemaal inwikkelen in de deken. Je ziet moeders met kleine kinderen op hun arm. Zie je helemaal ingewikkeld samen, blij met die deken. We hebben ook trieste dingen gezien. We hebben op een gegeven moment zagen we een vrouw die lag langs de kant van de weg met een tas en die lag op een stukje krant. Dus we zijn gestopt, een stukje teruggelopen en we zijn die vrouw een deken gaan geven. Ik heb die deken om daarheen geprobeerd te wikkelen. En toen ik dat deed, toen schrok ik, want ik zag dat ze zeer waarschijnlijk al overleden was. En dat zijn de gevolgen van kou. En dat is wat er in Bangladesh hier gebeurt. Door de kou, door die luchtvochtigheid, door het gebrek aan isolatie, zijn de mensen niet bestand tegen de kou. Dus we moeten geholpen worden hier in Dhaka. Kijk nou op die website, doneer een paar dekens. Ze zijn natuurlijk relatief goedkoop hier in Bangladesh. Doneer een paar van die dekens, zodat wij hier iedereen een goed 2014 kunnen geven. Voor iedereen, Happy New Year. En ik hoop je snel te zien hier in Bangladesh, in Dhaka.